Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld dus aan een iPad, een device met eindeloze mogelijkheden. Maar hoe werkt het eigenlijk? Mijn naam is Eveline en in dit filmpje laat ik je zien hoe je met de app Clips een creatief filmpje kan maken met bijvoorbeeld bijvoeglijke naamwoorden. Met de app Clips kun je leuke momenten vastleggen en verrassende elementen toevoegen. Het resultaat is een gaaf filmpje waarmee je iets kunt presenteren. Maak met de camera van je iPad 5 foto's van mensen, dingen of gebeurtenissen waar je een bijvoeglijk naamwoord aan kunt koppelen. Start Clips en kies voor posters. Kies nu eerst een voorbeeld startposter voor je film. Pas de titel van de poster aan. Ga naar foto's en voeg de eerste van de 5 foto's toe. Kies de optie Bekijk voorvertoning en neem op. Voeg eerst tekst toe via het gekleurde sterretje. En maak daarna met de roze knop je geluidsopname. De koude thee. Herhaal stappen 4 en 5 om ook de overige foto's toe te voegen. Druk op play om het resultaat te zien. Sla het filmpje op met de knop met het vierkantje en het pijltje omhoog. Kies dan voor Bewaar video. Het filmpje kan je terugvinden in de camerarol en in Clips, zodat je hem daar ook altijd kunt bekijken en aanpassen. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan verder op de website van de Rolfgroep.